In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Zij noemden zich de Bokkenrijders. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. De zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Ons licht achter de ramen en het was een doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. De Bokkenrijders. Prevel.